In de wetenschap bouw je altijd voort op onderzoek van andere onderzoekers. Als je zelf een paper of essay moet schrijven, is het daarom belangrijk dat je literatuur gebruikt van wetenschappers die eerder over hetzelfde onderwerp hebben gepubliceerd. Maar wat voor wetenschappelijke publicaties zijn er precies en hoe vind je de juiste literatuur voor jouw onderzoek? In deze video zet ik dat voor je op een rijtje. Om te beginnen is het goed om even stil te staan bij het onderscheid tussen primaire en secundaire bronnen. Primaire bronnen worden ook wel oorspronkelijke bronnen genoemd. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan archiefstukken, kunstwerken, aan taal, literatuur en muziek, maar ook aan interviews en statistische gegevens. Ze zijn uiterst waardevol als informatiebron, maar ze zijn nog niet kritisch geanalyseerd. Als je wetenschappelijke literatuur raadpleegt, lees je secundaire bronnen. Dit is literatuur waarbij een auteur een bepaald onderwerp systematisch heeft geanalyseerd aan de hand van een onderzoeksvraag en met behulp van meerdere bronnen. Zowel primaire als secundaire bronnen worden ingezet bij wetenschappelijk onderzoek. Ze zijn beide waardevol. Wetenschappelijk onderzoek kan op verschillende manieren gepubliceerd worden. Veel onderzoekers beschrijven hun onderzoeksresultaten in artikelen die doorgaans gepubliceerd worden in tijdschriften of bundels. Een wetenschappelijk tijdschrift, oftewel journal, verschijnt regelmatig en bevat artikelen binnen het vakgebied van het tijdschrift. Dat vakgebied kan heel breed zijn, zoals bijvoorbeeld taalkunde, maar ook heel specifiek, zoals bijvoorbeeld Oost-Vlaamse dialecten. Een bundel is daarentegen vaak een eenmalige uitgave waarin bijvoorbeeld artikelen met een specifiek thema worden samengebracht onder leiding van één of meerdere redacteurs of editors. Bundels worden samengesteld naar aanleiding van allerlei gelegenheden. Zo heb je bijvoorbeeld congresbundels of conference proceedings, waarin de bijdragen aan een congres worden gepubliceerd. Een festschrift of liber amicorum, is een bundel ter ere van een bepaalde wetenschapper en wordt speciaal geschreven en samengesteld door bevriende collega's en voormalige studenten. Naast artikelen schrijven onderzoekers ook volledige boeken over hun werk. Op die manier kunnen onderzoeksresultaten gepubliceerd worden in de vorm van een monografie, een boek over één specifiek onderwerp, geschreven door één of meerdere auteurs. Daarnaast bestaan er uiteraard ook handboeken en readers die voor educatieve doeleinden geschreven worden. Het is handig om bij het selecteren van wetenschappelijke literatuur te letten op de doelgroep van het werk. Is het gericht op studenten, specialisten of juist een breed publiek? En hoe weet je of de literatuur die je gevonden hebt wel geschikt is om te gebruiken voor je onderzoek? Dan is het goed om te kijken naar waar iets is gepubliceerd en of er peer review heeft plaatsgevonden. Veel redacties van wetenschappelijke tijdschriften en bundels werken met het systeem van peer review. Dat houdt in dat alle manuscripten eerst door vakgenoten worden gecontroleerd om te beoordelen of het aan alle eisen voldoet op het gebied van kwaliteit, originaliteit, relevantie enzovoorts. Tegenwoordig plaatsen steeds meer wetenschappers hun artikelen ook direct online. Hoewel dat de literatuur toegankelijker maakt, is het goed om voorzichtig te zijn met dit soort directe publicaties. Ze zijn vaak namelijk nog niet door het proces van peer review geweest. En je weet dus niet of er al een kritische tweede lezer uit het vakgebied naar gekeken heeft. Deze teksten kunnen wel nuttig zijn, maar je moet ze kritisch bekijken. Als je bijvoorbeeld. Een boek gevonden hebt, kun je ook kijken of er een recensie of review van verschenen is. Wetenschappelijke reviews bevatten namelijk vaak ook een handige samenvatting van de publicatie in kwestie. Zo kun je snel zien of het boek inderdaad op jouw onderwerp ingaat, zonder dat je daar meteen het hele werk voor hoeft te lezen. In dit laatste deel van de video ga ik je vertellen waar je relevante wetenschappelijke literatuur kunt vinden. Waar moet je beginnen? Zeker wanneer je nog niet zo goed ingelezen bent in het vakgebied, kan dat best even lastig zijn. Gelukkig zijn er genoeg manieren om toch redelijk snel de geschikte literatuur te vinden. Allereerst kun je gebruik maken van de online catalogus van de Universiteitsbibliotheek of andere academische zoekmachines zoals Google Scholar en ResearchGate. Het nadeel van al deze sites is dat er zo ontzettend veel materiaal op te vinden is dat het soms moeilijk is om de papers en boeken te vinden die voor jouw project van belang zijn. Om dat probleem te omzeilen, kun je ook gebruik maken van de vak-specifieke databases. Die vind je via de subject guides van de Universiteitsbibliotheek. Deze subject guides geven per opleiding tips over het zoeken naar de juiste literatuur. Daarnaast heeft de bibliotheek een vakreferent die studenten en onderzoekers advies biedt over het vinden van publicaties. Een derde methode is om verder te zoeken via de verwijzingen in de literatuur die je al hebt. Ken je bijvoorbeeld al een goed artikel over je onderwerp of heb je een handboek waarin een sectie aan jouw onderwerp gewijd is? Blader dan eens door de bronnenlijst van dat paper of dat hoofdstuk en noteer de referenties die er voor jou relevant uitzien. Dit noemen we de sneeuwbalmethode. En dit is een heel efficiënte manier om relevante literatuur te vinden. En heb je een handige publicatie gevonden? Kijk dan ook of die misschien deel uitmaakt van een tijdschrift of bundel dat op hetzelfde onderwerp gericht is. Uiteindelijk zul je merken dat het het handigst is om al deze methodes te combineren. Met zoekmachines en databases kun je breed zoeken en door je eerste resultaten meer in detail te bekijken, vind je snel literatuur die precies bij jouw onderwerp aansluit. Maar houd goed in het achterhoofd. Of een publicatie geschikt is, beoordeel je uiteindelijk zelf. En bij twijfel kun je ook altijd je docent daarover consulteren.